Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Justin, Rick, wat gezellig dat jullie er weer zijn, hé. Vuurtje erbij? Nee, geen vuurtje erbij. Dat is weer een beetje overbodig, weet je nu. Ja, jongens, ik heb een belangrijke taak voor jullie vandaag. Iedereen heeft een lijstje gekregen met ongeveer 10 verschillende items die we moeten verzamelen. Ja. Ik heb zojuist het lijstje bekeken en uit het lijstje is gebleken... Jouw lijstje korter is dan die van ons. Nee, dat is niet waar. Jouw lijstje is gewoon langer dan die van Rick en mij. Dat is lief. Maar zoals je kan zien, we hebben 792 verschillende items al verzameld deze serie. We zitten op 75%. Ik wil op 80% zitten aan het einde van deze aflevering. Is dat mogelijk, jongens? Hoeveel procent zaten we nu? 75,6. Dat is niet mogelijk. Jawel, bijna iets minder dan 5% in één aflevering is mogelijk. We moeten gewoon echt heel veel makkelijke items verzamelen. Dus waar wachten we op? Items zoals, het zijn heel simpel. Het is items zoals, even kijken. Hier dat warped hout moeten we nog hebben. Komt eraan. En dat moet ik natuurlijk weer fixen. We moeten hier nog een target, een trap chest, een redstone lamp, een detector. Dat zijn hele simpele items. Die moeten we gewoon nog even verzamelen. Ja, gewoon even. Gewoon eventjes, want voor de mensen die deze serie... Je moet alle afleveringen natuurlijk kijken, maar stel je snapt het nog steeds niet. Elke keer als wij een item verzamelen, wordt de border weer een stukje groter. En inmiddels is de border zo groot dat we hem niet meer zien. Maar hij is er wel nog en we moeten dit helemaal uitspelen. Dus Justin, ben je al klaar? Ik ren! Ik moet hier naar beneden, ik moet de anvil. Ik moet beginnen met black stained glass. Dat klinkt als iets wat best wel te doen is. Ik zit even te kijken... Oké, ik moet een target. En ik gok dan een target blok. Ja, gewoon een target blok. Dat is zo een target, is dat. Je weet wat het is, Rick. Hoe maak ik dat? Target blok. Moet je het opzoeken? Minecraft. Oh, dat is gewoon een hooiblokje. Vier steen, jij hebt net torch. Alle hooi opgemaakt. Ik, hè? Jij zegt net... Oh, ik heb hooi. Ik heb 32 hooibalen op zak. Die neem ik mee in de nether. Ja, die heb ik nodig. Nee, okay. Waarom neem je die mee in de nether, Justin? Ja, dan kan ik het kwijtraken. Oké. Hey, Rick heeft de target. Kijk, zie, dit zijn makkelijke items, jongens. Op deze manier gaan we echt wel nog 5% toevoegen aan ons lijstje. Dat denk ik niet, maar... Maar optimistisch blijven. Optimistisch blijven, jongens. Altijd optimistisch blijven. Rick, wat heb je hier in de nether gedaan? Allemaal een deur geplaatst? Dat ben ik niet geweest. Kijk, blackstained glass moesten we ook nog hebben. En dan moeten we daar ook nog paints van maken. Kijk! Jongens, dat kunnen jullie niet, hè? Zo goed zijn in Minecraft als ik. Nee, daarom spelen we ook niet elke dag. Oh, dat klopt. Trapped chest. Oké, daar heb ik een dingetje voor nodig. Zo'n weet zo'n ding. Hey, ik heb wat. Hey, lekker Justin. Lekker Justin. Justin, je bent echt goed, hè, in Minecraft. Ja, joh. Volgens mij hadden we ook nog niet tinted glass, toch? Of wel? Nou. Kan je tinted glass paints maken? Nee, hè, die bestaan niet. Zullen we eigenlijk zeggen dat alles hebben gereset en dat nieuw zijn begonnen en het lijkt het heel goed dat we heel goed bezig zijn? Nee. Want als mensen het echt gevolgd hebben, weten ze dat dit gewoon nog gedaan moest worden. Vinden mensen het leuk dat we weer terug zijn? Denk het niet. We hebben een tijdje. Oké, ik moet ook nog een Fletcher table. Oh, joh, dit zijn echt makkelijke items. Dat we deze nog niet eerder hebben gemaakt. Het is echt Rick's schuld. Gast, wat? Dat is toch logisch dat het jouw schuld is? Maar stop. Je stopt. Echt? Redstone... Dan krijg je ook niet meer betaald, hè? Kreeg ik betaald dan? Nee. Jij niet, Rick? Jij niet, Rick. Ja, Justin krijgt wel betaald. Ja. Oké, ik vond het gezellig. Nou, wederzijds. Hoppa! Veel op zich wel tegen. Hey, hoppatee! Lekker Justin! Ja, jongens. Ja, die Justin die weet wel wat hij doet, hoor. Ja, dus ik kan toch nog een beetje glowstone meenemen. Tuurlijk, voor jou altijd, Rick. Ja, kun je dat? Ik weet dat dit op jouw lijstje staat, Rick, maar ik neem even suspicious toe en dan krijg ik namelijk gewoon een bol. Dus dan kan je die van je lijstje afhalen. Zo, hoppakee. Oh, bedankt. Die stond op jouw lijstje. Dus zie, ik help je zelfs. Jij zit gewoon Rick's lijstje te doen. Ja, ik ben zo goed dat ik gewoon meerdere lijstjes op één tegelijkertijd doe. Waarom heb je die target gewoon hier geplaatst? Ja, een fletching table. Oh, daar plaats ik die er wel op zo. Detector rail. Hoe maak ik dat nou weer? Ik moet alles googlen, jongens. Dit is niet goed. Kom voor samen, Rick. Detector rail recipe. Hoppatee! Justin, wat ben je? Goed bezig. Ja, het is echt... Hete voeten! Hebben we nog ergens iron, jongens? Ja. Waar? Geen idee. We hebben geen iron. Nee. Nou, dan gaat het alweer. Ik moet even wat granite hakken. Maar Rick, we hebben al iron gehad, hè. We hebben andere blokken nodig. Een schaar. Ja, maar ik heb iron nodig voor nieuwe blokken, Justin. Hoezo dat? Ja, dat ik ga de cave zien, jongens. Ik moet namelijk granite hakken en ik moet glow liegen. Hoe? Glow liegen. Oh ja, Justin, je had in de vorige aflevering de farm groter gemaakt. Goed, hè? Maar waarom staat er op mijn lijstje ook glow liegen? Staat er ook... Nee, die is voor mij. Glow liegen is voor mij. Ja, maar staat op mijn lijstje. Nee, dan moet je gewoon negeren. Staat niet op jouw lijstje. Nee, klopt, sorry. Kun je ook een beetje iron meenemen toevallig, Max? Maar dat nodig dan. Ja, maar dat moet ik weer helemaal gaan zoeken. Ik heb glow liegen al gevonden. Als je het tegenkomt... Ja, maar ik hoef alleen nog maar granite nu te hebben. Oké. Volgens mij heb ik dat ook al gevonden. En een creeper. Ah, wacht. Creeper.
Lekker allemaal weer zeg. Ja, weet je wat het is, Rick? Oh, wacht! Oh, we hebben ook muziekdisken nodig natuurlijk uiteindelijk, hè? Ja, ja. Musicdisk. Oh, wacht, dus als ik deze skeleton nou voor deze creeper laat killen... Ja! Dan hebben we een nieuwe. Dan hebben we weer wat nieuws. Wat interessant. Maar dan moet ik het wel... Oeh, dit is wel irritant. Oeh. Wacht even, hoor. Ik ga dit even blokkeren. Zo. Kom op, creeper, kom hierheen! Dan gaat die skeleton je killen, dan hebben we een musicdisc. Dat is namelijk een hele moeilijke taak om zomaar af te vinken. Ja, Dory weer. Oh. Nog gaan zoeken. Skeleton! Iron. De skeleton is weg! Ja, toch dat meen je. In. Waar is die heen? Oh mijn god, wat irritant. Oké, in de tussentijd zal ik wel even wat granite hakken. Dat hebben we ook namelijk nodig. Zo, niet heel veel. Ik moet namelijk gewoon alleen nog een ster maken. Er is echt dat we deze keer leuke taken zouden hebben. Ja. Dit is toch leuk? Ik zit hier te minen. Dat is ik helemaal ook. Niet leuk. Creeper! Ja. Skeleton, kill deze creeper nou even, alsjeblieft. Jawel, hè? Oh mijn god. Als dit lukt, ben ik echt goed. Ik kom echt alleen maar gold tegen. Ik kom nergens iron tegen. Oh mijn god, kom op. Kom op, kill hem! Kill hem! Oh, hij raakte hem! Kill hem! Kill hem! Kom op! Kom op, je kunt het, jongen! Oh, wat irritant. Oh, wat irritant. Nee. Ja! Ah. Ja. Iron. Ik heb iron. Het is er maar één! Ik ga dood door deze poepskeleton. Schiet dan op die creeper! Op de creeper! Kill de creeper! Kill die creeper! Er zit geen force jet hierin, Max. Ja, ik dacht misschien snapt hij het als ik het hard genoeg schreeuw. Je bent best wel gek, hè? Oh, hij heeft hem weer geraakt! Ik geloof dat hij dit kan. Ik geloof echt dat die skeleton dit kan. You can do it. Oh shit, ik hoor een gas en ik zit midden op de oceaan. Oceaan? Ja. Yeah. Je bent toch in de nether? Een oceaan om in te schuilen. Ja, gewoon een oceaan met lava. Oh. Vet, hè? Kom op, kill hem. Kill hem. Oh. Alsjeblieft. Kan je er ook op varen, Justin? Ja. Kill hem. Ja? Mm-hmm. Well, dan moet je wel een... Een vaarbewijs hebben. Ja. Sowieso. Ja. Kill hem nou! Sorry, ja. Jongens. Nee, geen probleem, we hebben het over een vaarbewijs. Ja, nee. Doe maar. Oh, ik ga echt dood. Bedankt. Voordat ik dat ding heb. Ja, die skeleton die hit mij de hele tijd, maar ik wil heel graag een music disc. Oh, mijn eten is op. Oh nee, hier ga ik echt niet levend uitkomen. Oh nee. Het is ook weer donker. Oh nee. Nee hoor, bij mij is het echt heel erg licht. Maar is warm? Oké, ik ga gewoon rennen, Me de pleuris. Ik ga dood. Nee! Ik weet niet zeker. Volgens mij ben je dood. Ja, ik ben dood. Ik weet ook niet zeker hoor, Rick. Dat was gewoon een gok hoor. Zo mijn best gedaan, hè. En dat ze nu gedespawned. Ze staan er wel nog. Alleen ja, die creeper staat naast mijn spullen. Hadden we al wel een netherite hoofd. Netherite hoofd? Ja, zo'n witte skeleton skill. Nee, die hebben wij niet. Justin, dat wordt jouw nieuwe taak voor vandaag? Oh, wat irritant dit. Pak hem! Ja, hij heeft hem! Komt ie! Ah! Ja, music disc! We hebben hem! Nu mijn spullen nog. Nu mijn spullen nog. Oh, ik ga weer dood. Oké, ik heb ook mijn spullen. Niks aan de hand, jongens. Jullie maakten je altijd zorgen en jullie waren heel druk aan het doen en zo. Ja. Yeah. Nergens voor nodig. Was nergens voor nodig. Ik ben altijd dierenambulance aan, maar die kan maar niet. Oké, die heb ik ook. Hadden we die niet nodig dan? Draait kelpblok. Je hebt echt leuke dingen, Rick. Ik heb geen leuke dingen. Dat is leuk, Rick, wat jij allemaal moet doen. Ja. Dat is echt leuk. Ik geniet er ook echt best wel van. Maar kijk, dat vind ik ook geniet jullie er ook van? Doe dan even een duimpje omhoog. Ja, goeie. Als je niet geniet, dan niet. Dan doe je even goed een duimpje omhoog. Ja. Komt ie, jongens. Ik heb weer een nieuw item wat ik heb verzameld. Dat is namelijk... We hebben nog helemaal niet een ster. Zo, hoppa. Hey, ik heb trouwens 300... Ik heb de 300 behaald. Ik ben trots op je, Rick. Goed hoor, Rick. Heb je echt goed gedaan weer. Niks. Echt een aanwinst. Bedankt. Maar niet voor ons. Oh. Die vind ik niet echt toepasselijk, Max Verstappen. Maar niet uit, maar dan weet je dat. Kan je ook een beetje crimson hout meenemen? Rick, ik kan alles. Dat zou ik echt lief vinden, Justin. Rick, laten wij intussen even slapen. Gewoon omdat het kan. Dat is een optie. Laten we gewoon even slapen, omdat het kan. Ik lig te slapen. Ik lig ook te slapen. Justin, lekker niemand buiten die slapen. Is in de nether. Oh, je hebt alles behaald. Betekent dat je ook de... Ik ben klaar. Ik kan gewoon uitloggen. Ja, nee. Je zei, je hebt alles gedaan. Nee. Justin, je moet ook nog die blauwe... blauwe lieve Rick. Sorry, Justin. Ik zit momenteel in een zwaar gevecht. Als je doodgaat, Justin, weer in de nether, dat zou wel echt gewoon heel stom zijn. Ja, dat zeg ik wel vast. Dat zou ik niet leuk voor je vinden. Ik ga even een zalmpje vangen. Want die moeten we ook nog. Ik heb echt helemaal niks met zalm. Dus is het zalm? Nee, dit is kot, dus daar heb ik niet zoveel aan. Want die hadden we al. Hebben wij ook pumpkin toevallig? Ja. Weet je dat zo goed, Justin? Ik heb familie bij de kist. Familie bij de kist? Ja. Ik zie namelijk geen pumpkin. Nee. Ik moet ook weer een bed maken. Ik moet weer Justin zijn taken afmaken. Hallo, ik ben jouw taken nu aan het doen. Hoezo ben jij mijn taak aan het doen? Gewoon, overleven. Normaal stikt het altijd van die zalm. Ja, dan moet je zeker in de rivier zitten om veel zalmen te vinden. Ja.
kom namelijk nu alleen maar kabeljauwtjes tegen. Ook lekker. Nee, grap. Ja, maar ik moet er een in een emmer stoppen. Wat dan? Je hebt toch een visengel? Ja. Nee, ik moet een zalm in een emmer. Dat is mijn volgende taak. Ja, we zijn wel goed bezig met ijzer verzamelen. Ik hoop dat we die 80% kunnen halen, deze aflevering. Hoeveel zitten we nu? Ga ik niet zeggen, want dat weet ik niet. Ik ben op zoek naar zalm. Ik ga wel even kijken. Oh, Sebastiaan, kijk, dit is het. Dit moet nu in beeld. En we gaan het niet tegen de rest zeggen. Nee, nee. We willen het ook weten. Wat denken jullie? Wat denken jullie? Ik gok 87. 77, sorry. Ik kwam niet aan de woorden. Nee joh, zo snel niet. Jawel, 77. Een zalm! Ik denk dat we 0,3% omhoog zijn gegaan. Een zalm! Ik gok 77,3. Nou, zal dat dan zijn misschien? Het. Ja! Maar ik denk dat het wel goed is! Dan had ik het een soort van. Hey, een trident. Oh, en dit ding! Oh, jongens, deze hebben we nodig. Dit is zo'n schelpje. Dit is zo'n schelpje. Heeft hij hem gedropt? Hij heeft hem gedropt! Ik ga dood! Maar ik heb hem! Oh, oh, wacht, wacht, poepinarikunde. Oh, jee. Poepinarikunde. Nee! Nee! Mark. Ik ben dood. Ik had zo'n shell, die hadden we ook nog nodig. En we hebben heel veel van die shells nodig. Dat is karma, hè, Max. Jij zit zodat we uiteindelijk een conduit kunnen maken. Volgens mij ben je al twee keer deze aflevering dood gegaan. Ik zei niet dat je dood moet gaan. Ik zei, ga niet dood. Dat is wat ik zei. Oh, is dat het? Zeg dat dan. Hey, maar het is goed dat we zo'n shell hebben. Want dat zijn van die items die je heel weinig kans op hebt om te vinden. Alleen het ding is, we moeten er wel 8 hebben in totaal. Okay. Uiteindelijk. En dan moeten we een conduit maken. Dat is uiteindelijk ook iets. Maar dat is niet voor deze aflevering. En er was kans dat ik een trident kon krijgen. Alleen ja, die trident heeft mij gekild. Ik zit bij de border van de Nether. Dat meen je. Dat vind jou, Justin. Nee, dat vind ik niet goed. Want ik heb nog steeds in het blauwe bos niet gevonden. Met die blauwe smurven. Weet je, maar jij hebt Hot Tourist. Dat betekent dat je alle biomes hebt gevonden. Hey, je bent overal een keer geweest. Echt? Ja. Ja, je hebt elke biome een keer gehad. Nou ja. Okay, meneer Gaat Trident is weg. Mee? Maar. Ik moet pumpkins regelen. Ja, ja. Ja, hi. Ja. Ja. Oké, ik ga de pumpkin seeds stelen, want dan kunnen we nieuwe pumpkins maken. Prima. Volgens mij hebben we gewoon een pumpkin farm. Prima, Rick. Ja, vind ik ook. Nee, dat hebben we niet. Nee? Nee, we hebben een melon farm. Oh, zeg dat dan. Dat zei ik. Ik moet hier eventjes onze bijtjes moet ik verzorgen weer. Boem, hoppakee. Want uiteindelijk moeten we ook zo'n blok hebben. Daar heb ik 4 van die honey bottles voor nodig. Oh ja. Maar dat komt deze aflevering. Dat red ik deze aflevering ook wel. Ik red alles deze aflevering, jongens. Dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal, hè? Ga ik ook even stomme dingen enchanten? Hey, ik zie een wilde walnoot lopen. Hey, ik zie een niet zo wilde Rick lopen. Ik was best wild. Ik moet even wat dingen bij de anvil doen. Want we moeten een anvil hebben die een beetje kapot is. Ja, kan je hem... Kan ik het toch doen als ik hem gewoon een paar keer laat vallen? Dan gaat hij toch ook stuk? Ja, ja. Maar je ongeveer 3,5 miljoen? Nee, volgens mij, serieus. Nee, als je een anvil vaak genoeg laat vallen, dan gaat hij toch gewoon echt stuk. Nee. Ja. Wel, dan gaat de durability eraf. Nee, maar nu weet ik niet of je... Nee, nu weet ik het niet meer. Het is legit. Rick, nee, maar je bent met me aan het klooien. Ik ben hier niet met je aan het klooien. Ja, geloof ik niet. Waarom geloof je mij niet? Gaat, maar van hoe hoog moet hij vallen dat hij een beetje stuk gaat? Volgens mij 23 blokken. Net zo hoog als een zombie. Oh ja, wacht, nee, kijk. Hoppa! Oké. Okay. Een chipped anvil. En nu moet hij nog een paar keer stuk, want ik moet ook de andere versie ervan hebben. Je hebt 3 versies van een anvil. Ja, en dat is deze. Boom! Dat is zinloos. Hoe goed is dit, jongens? Is dit? Ja, dankjewel. Gewoon goede items die ik verzamel hier. Ga ik de anvil weer terugplaatsen. De anvil is nu wel een beetje stuk, dat is een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. Ik vind het jammer. Ja, ik vind het ook wel... Ja, ik zei ook al, ik vind het jammer, maar het maakt niet uit. Diep triest. Ik vind het gewoon echt gewoon jammer. Ja, zoiets dacht ik ook. Ik wist niet zeker of ik het nou jammer vond of niet. Maar... Jongens, wat is het thema van deze aflevering trouwens? We moeten nog een kaars neerzetten. Vorige aflevering was groene vingers. Leuke opdracht. Nee, makkelijke opdracht. Ik heb nu toevallig in mijn inventory een rode kaars. Zullen we die alvast neerzetten en dan moeten we nog een naam verzinnen? Prima, doe maar. Doe maar, Rick. Helse aflevering. Nee. Onbetaald. Het is de leukste aflevering tot nu toe. Onbetaald. Ja, dat sowieso. Hebben we daar niet een andere kleur voor nodig? Kunnen we geen donatielinkje maken of zo? Voor jullie twee gewoon. Ja, gewoon een back me. Ja. Laat even achter als je wilt doneren. Ja, dan zijn we de volgende aflevering zijn we er weer. Anders moeten we helaas. Ja. Zijn we genoodzaakt om te De reiskosten stoppen. Zijn gewoon te duur. Ja, onze reiskosten zijn gigantisch. Reiskosten, jongen. Allemaal jullie reiskosten. Je staat in de computer thuis. En het is natuurlijk bijna een nieuw jaar. Ik zit naast je, Max. Het minimumloon gaat ook omhoog. Hey, Justin. Hey. Hey. Wil je ons niet in beeld? Nee, ik heb mensen niet. Ik heb eigenlijk alles wel. Rick, is ook ik heb ook weer wat nieuws, jongens. Ik heb een blok of emerald. Komt-ie. Plong.
Die moesten we namelijk ook nog hebben. Justin, heb je al... Nee, Rick. Of heb je alleen spullen voor jezelf? Want anders ga ik zelf ook nog wel. Ja, Justin, ik vind ook dat jij nog niet heel veel items hebt verzameld. Ik zit met de rennen te dingen. Ik begon met 30 aardappels, ik heb er nog maar 7. Dus een beetje respect. Ga je ook dingen verzamelen? Of? Nee, daar ben ik gewoon helemaal niet van plan. Ik ben gewoon lekker op avontuur in de netten op zoek naar niks. Zoek naar niks. Laat me. Hoe maak je cracked blokken? Want ik heb cracked in de oven. Diepsleet. Echt? Ja, dat is goed zo. Dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Je bij je dingen in de oven. Moet je gooien. In de oven, wacht. Dan ben ik wel heel benieuwd. Ja, bij stone bricks is het in de oven. Ja, Rick gaat in de oven gooien. Het werkt volgens mij ook nog. Ja, toch? Volgens mij werkt het. Rick, je bent echt gewoon een slim persoontje. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat hoort hij niet vaak. Nee. Nou ja. Kijk nou. Een compliment van Max, dat heb ik echt nog nooit gehad. Ja, maar dat zegt ook alleen in opname. Ja, zou die dan meenemen, Justin? Nee. Ja, wen er ook maar niet aan hoor, aan de complimenten. Oké. Nee, leuk. Leuk fan ben je. Hey, ik hoef nog maar 3 items. Ik hoef nog maar een honeyblok, een honey comp blok en ik hoef alleen nog maar een lilypad. Nou. Ik hoef nog maar 1 item. Ik ook. En daarnaast nog wat meer. Ja, ik ook. Maar ik moet er sowieso nog 1. Het geeft niet, Justin. Nee. Maar Justus, zodra jij die blauwe biome hebt gevonden, dan ben je ook gelijk gewoon bijna klaar. Dat bedoel ik. Heb je al glowstone? Ja. Heb je al een soul lantern, een soul campfire gemaakt? Nee, want die kan ik niet zo maken, denk ik, zo 1-2. Dan heb je dat soul, niet soul sand, maar soul soil volgens mij. Ja, en dan moet je nog iets hebben maken. Ja, we willen gewoon opzoeken, jongen. Rick doet ook zijn best. Ja. Ja, maar... Nee. Ja, maar wat? Nee. Nee? Nee. Hoezo nee? Ja. Nee. Dat vind ik jammer. Ik haat het lopen op dit spul. Het is zo traag. Ja, maar dan moet je blokjes plaatsen, Justin. Ja, maar ik heb ook... tijd niet, want jullie zitten alleen maar te hameren op de tijd dat het zo lang duurt. Dus ik moet maar gaan lopen. In plaats van blokjes waarom heb jij voor de nether gekozen dan dat je daar naartoe moet? Ja, jij koos er zelf voor. Het leek me gewoon hartstikke leuk om het een keer te proberen en te kijken of het mij wat was of zo. En de nether is gewoon niet jouw grootste vriend volgens mij. Nee, zoiets heb ik ook, ja. Ah, skeleton. En het ligt niet aan mijn zoekgedrag, want mijn zoekgedrag is gewoon wild. Maar je bent ook best een wild persoon. Rick, volgens mij zit je gewoon mijn dingen te doen. Nee, dit staat op mijn lijst. Wie heeft die lijst gemaakt? Max. Jij. Nee, dat heeft hij zelf gedaan. Justin heeft deze lijst gemaakt. Ja. Waarom heb je dat gedaan, Justin? Ja, ik vond ik gewoon echt best wel vet. Die eer kreeg. Waarom heb je jezelf dan zo'n moeilijke lijst gegeven? Nee, we deden iedere minuutte 10 potgutten, 10 podcast, iedere minuutte is de baas. En toen kwam ik... Maar de baas die was niet thuis. Oké, ik ga even kijken of ik een lilypad kan vinden in die mangrove biome. Heb iemand nog iets nodig uit de mangrove biome? Oh, nee. Wacht, eerst even slapen, Rick. Laten we eens even slapen. Ik zit weer bij de borden. Het is ook een ongelooflijk leuk feestje. Maar hier. Heb je die blauwe biome? Die moet je al gevonden hebben. Nou, nee! Want je kreeg net de achievement dat je alle biomes in de nether hebt gevonden. Ja, maar dan ben ik gewoon echt kleurenblind. Dan ben jij echt heel kleurenblind, Justin. Ja. Maar Justin is gewoon ergens een keer dood gegaan. Toevallig in die bio. Dat denk ik. En dan weet hij het gewoon niet meer. Zal ik even een nieuw item maken die nog niet op de dingen staat? Ja. Tenminste, niet op onze lijst. Dan ga je dus de lijst... Een netherite pickaxe. Oh, maar heb je zo'n upgrade dan? Ik heb een netherite en een diamond. Ja, maar je moet toch zo'n netherite upgrade hebben? Waarom moet dat? Anders kan je niet upgraden. Is dat een ding tegenwoordig? Volgens mij wel, toch? Ik weet het niet. Of is het alleen met armor? Ik heb een smithing table template. Moet ik dat hebben? Hoe ziet die eruit? Vierkant. Met een plusje of een pijltje omhoog? Ja, nee. Oké, die moet je duplicaten, niet opmaken. Die moeten we duplicaten. Add a piece of armor. Nee, duplicate, anders zijn we kwijt en dan kunnen we... Weet je hoeveel netherite dingen we nog moeten upgraden? Nee, maar dit is niet hoe het werkt. Dit is een trimming ding. Oh, je hebt een trim, laat maar. Nee, maar we moeten zo'n upgrade hebben. Alleen die kan je krijgen ergens in bijvoorbeeld een bestje. Hey, afstaflatie, floepsops. Castle. Hey, soul campfire. Goed zo, Justin. Thanks. Ja, ik denk, ik ga maar even wat nuttigs doen in plaats van rondrennen. Van een poepding, het werkt niet. Ik snap het niet. Minecraft is veranderd. Doe maar gewoon je lijstje, Justin. Of Rick, bedoel ik. Ja, maar ik zag het liggen. Ik denk, ik wil een extra punt. Maar ik heb eigenlijk alleen nog spullen uit de nether nodig. En that's it. Wat heb je nodig? Humor. Warped. Warped sign. Zat hij op jouw lijstje? Ja. Hey! Soul torch, lekker, Justin. Woe! Woe! Ik heb een warped sign nodig. En een mushroom stoel. Maar ik heb dus weer geen mushrooms. Dus ik moet ook een avontuur naar de nether doen. Ja, nee, ik ben nu in de swamp. Zijn daar geen mushrooms? Ik heb 1 mushroom op zak, Rick. Hebben we geen mushroom eiland? Nou, die heb ik nog niet gevonden. Ik ga nu op zoek naar een mushroom eiland. Nee, dat gaat eeuwen duren, Rick. Okay. Ga je snel helpen met zoeken. Ik kom er ook zo aan. Ik hoef namelijk alleen nog maar een lilypad.
En dan ga ik ja, maar ik vind het echt niet leuk als jullie gaan helpen, want dan vinden jullie het echt in 3 seconden. Ja, 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 je hebt niet. Hier, ik heb het. Hier, kijk. Hoppakee. Ja, je denkt, je moest gewoon nog rabbits toe maken. Nee, die heb ik al. Oh, die heb je al. Dan heb ik voor niks een konijntje vermoord, zojuist. Weet ik niet hoor. Het kan ook zijn dat we hem nog wel moeten. Je hebt toch geen konijn vermoord? Au. Ja, ik heb zojuist een konijn vermoord. Ik wil gewoon eens met hem praten. In plaats van direct geweld te gebruiken. Ja, maar wat gaat hij dan doen? Zijn huid aan me geven? Ja, misschien zit hij wel eens. Niet, maar nooit. Is het periode dat hij aan het vervellen is? dat zou best kunnen, inderdaad. Heb je dat wel gevraagd aan hem? Nee, hij is gewoon dood. Vermoord. Ik vind ik best leuk. Ik zie er daar nog 2. Ik ga deze 2 ook vermoorden. Ja, doe het maar. Hier komt hij. Ja. Hallo konijn, dood. Ja, kan Sebastian hallo blurren? Konijn, dood. En Sebastian, kan je het even blurren misschien? Nee, Sebastian, doe even zonder blurren een volledige slow-mo replay van dat ik het konijntje vermoorden. Dankjewel, Sebastian, voor deze replay. Dat is onacceptabel. Zoals krijg je een geel bolletje, Max. Geel bolletje? Dan kan je ons niet meer betalen. Oh, dat is de video is die voltijst. Maar dan worden onze reiskosten worden wel extreem hoog. Hé, een guest hier. Ik ga een sprong doen. Het kan zijn dat ik doodga. Nee, Justin. Ik kan niet anders. Justin. Justin, je hebt full diamond. Hoe hoog kan je vallen Justin. Als persoon? Ja, niet zo hoog. Jij helemaal niet met je zere, tere voetjes. Mag ik het proberen? Ik heb een hooibaal vast. Nee. Ja, je met een hooibaal kan het wel. Moet je wel plaatsen. Justin. Ik ga proberen. Justin. Nee, maar je hebt full diamond. Ik heb een hartje. Oh, je hebt een hartje. Eén hartje. Een hooibaal. Waarom heb je een hooibaal niet geplaatst? Ja, dat lukt ja, niet. Ja, dat is niet gelukt, nee. Ik heb nog 1 aardappel en daarna ben ik uit of voet. Komt door zijn tedere voetjes. Waar ben je ook überhaupt, Justin? In de nether heb ik net ook al gezegd. Ik luister nou. Ja, ik had er gewoon even niet over nagedacht, oké. Okay. Nee, ik ben bijna thuis, dan kom ik er ook aan, Justin. Echt? Ja, dan ga ik helpen met... Wedden, binnen 5 minuten heb ik zo'n poepblauw bij hem gevonden. Ja, en dan ga je met de eerder vandoor. Maar het staat op mijn lijstje, dus je blijft met je tangles er vanaf. Ja, oké, prima. Shit, dan moet ik ook helemaal daarheen lopen. Nee, laat maar. Je mag het wel doen. Heb je al Red Netherbrick, Justin? Nee. Die staat ook op. Ja, ga dat dan in de tussentijd doen. Red Netherbrick. Hebben we al potions eigenlijk? Wat is een Red Netherbrick? Red. Dat, nou, maak dat gewoon. Brick. Ja, dat moet ook nog gedaan worden. Hey, cool, jongens. Hoorzamer, lekker Rick. Ik ben even onze fortress aan het looten, want daar kunnen we nu eindelijk bij. Oké, hier hebben we dit soort dingen al. Ja, ja maar dan moet ik ook van die dingen hebben. Al. Hey, Barry, dan moet ik van die dingen hebben die je in een kasteel zit. Hey, Barry. Barry. Oh, ik zie paddenstoelen. Had jij legit al paddenstoelen, Justin, of niet? Ja, ik heb er 12 van 6. Echt? Ja, dat zei ik je net, maar je... Kunnen die... Ik ben opgeblazen, maar ik leef nog. Kunnen we die blauwe... Dat was die geel. Kunnen we die blauwe mushrooms niet gewoon laten groeien? Ja, maar ik heb die blauwe niet nodig. Nee, maar we hebben toch die bomen nodig? Oh mijn god, dat kan ook, ja. Is dat een ding? Volgens mij kan die gewoon laten groeien, toch? Nee, toch. Maar dan kunnen we niet die... Ik ben dood. Oh, nee, Justin. Weet je waar je dood bent gegaan? Ja. Echt? Ja. Echt? Mhm. Ah, nou, oké. En die zon er niks. Ja, in de nether. Oké. Okay. Oh, got you! Heb je überhaupt dit? Dit stond ook op jouw lijstje. Als je dit nog niet hebt, moet ik echt wel... Oh, dit heb je. Oké, prima. Word maar boos. Ik kan pas boos worden, want ik ben mijn spullen kwijt! Ja, dat is weer je eigen schuld. Nee, er zat een gat in een iets waar geen gat diamond had. Diamond armor had je aan. Ja, dat is waarom hebben wij überhaupt Justin diamond armor gegeven? Omdat ik dat weet ik eigenlijk verdien. Ook niet. Waarom verdien je dat, Justin? Vertel ik me. Ik ben nationaal erfgoed. Wacht, nee, ik heb een beter idee voor mezelf. Heb jij deze al verzameld hier? Ja, die had je ook al verzameld, oké. Geen probleem. Nou, je hebt wel je best gedaan. Alleen, je bent dood gegaan, dus dat haalt zeg maar weer het hele je best toe. Ja, maar Max Verstappen, jij bent ook 2 keer dood gegaan, ja? Maar jij kan dan je spullen toe. Kijk hoeveel items ik verzameld heb. Bijna 400 inmiddels. Ja, dat komt dat je alleen maar zit... Elke avond zit je te no-lijven. Elke avond? Ja. Ik speel, als ik dit gisteren speel, speel ik ook, het tegelijk aan met jullie. Was. Wat? Maar kijk hoe goed ik dan ben. Wat doe jij nou, Rick? Hey, ja. Ik sta ook in de nether, ik ben er niet dood. Oh, ik ook. Niet dood, maar wel in de nether. Met mangrove hout aan het bouwen. Hé, hey, een strijder op een strijder. De ene strijder heeft het koud. Echt? Ik dacht, ik deel het even. Wat voor strijder? Maak hem even warmer dan. Kijk, wat een strijder. Wat een strijder, Amatie. Een strijder. Kan iemand opzoeken hoe je die warped fungus laat groeien? Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan niet. Ik heb het net gevonden. Ja? Dat kan, maar niet met boomhiel of zo, maar dat moet volgens mij met wat anders. Ik ga het even op zoek voor u hoor. Ja. Dat is ook how to grow warped fungus. Warped fungus. How to grow. When you use boomhiel or midlet spitspans weapon. Warped fungus. Wel boomhiel. Nee, ja, op zo'n blokje, zo'n blauw blokje. Oh, maar dan moeten we dus wel eerst die dingen hebben, die blauwe blokken. Wat zou ik eens even gaan doen? Ik heb mushrooms voor je, Rick, want Justin is... Ja, je spullen terugvinden, Justin. Je diamond armor. Oh, ik heb mushrooms, ja. Dat vind ik top. Oké, ik heb een nether fortress.
In de vijf minuten ga ik ten eerste niet komen. En ten tweede, er is geen loot meer dat ik iets mee kan nemen. Want iemand heeft allemaal diamonds meegenomen. Jij! Ik ben mee dood gegaan! Oh, ik? Ja! Waarom heb ik die diamonds? Ja, dat weet niemand. Nee, dat is echt het grootste mysterie ooit. Ook helemaal niet slim. We zeiden nog, neem nou niet alles mee. Dat hebben we trouwens niet gezegd. Nee, dat bedoel ik. Kijk, als je dat had gezegd, dan had ik alles uitgetrokken. Okay. Snap je? Oeh, dat vind ik wel vreemd. En dan ging ik dus naakt daarheen, maar ja, dat is raar. Heb je al opgezocht hoe je red bricks maakt? Ja. En? Met van die rode dingen die in de Netherkasteel zitten. Oké, dan neem ik die voor je mee. Ik ben bij een Netherkasteel. Oh, ik ook. Oké, Rick, doe jij dan maar. Dat vind ik een mooi taakje voor jou. Zitten we bij dezelfde. Nee, ik ben wel even dood aan het gaan als je het niet heel erg vindt. Hey, rode paddenstoelen, die moeten ook nog zo. Ik heb net de bricks, waar heb je dat voor nodig? Nee, ik denk dat hij die Nether Ward bedoelt. Ja, die Nether Ward. Oh ja, dat heb ik wel. Maar dan moet je dus die K plus 2 van die red dingetjes, dan krijg je... Oh, ik ben dood. Weet je nog waar, Rick? Oh, ja, nee. Ik weet wel waar ik ben. Echt? Saddle? Hebben we niet... In de Nether? Ja, nee, maar ik wist dat je het waar ik was. Oh, zo'n beest! Ik ga terug. Oh, zo'n beest! Ik ga mijn spullen halen. Oh jee. Oh jee. Oh, oké, die is dood. Altijd eng, die beesten. Bruh. Hier. Weer vervelende dingen. Oké, Justin, ik kan wel onthouden waar ik ben dood gegaan. Echt? Rick, ja. Er zitten hier gewoon 11 brown mushrooms in de kist. Ja, maar heb je ook rooien? Nee. Nee, nou dan. Ik heb rooien. Ik heb 5 rooien. Ik had ze wel, Rick, maar je was er niet. En of ik er was? Waar was je? In de Nether. Ja, we hebben gewoon even simpel zo'n blauwe biome nodig. Nee, dan is alles perfect. Dan is het gewoon perfect. Weer Justin die zijn taken niet goed kan niet uitvoeren. Nee, het ik kan zeggen, weer Justin die zijn taken niet goed uitvoert. Ja. En wat heeft Max gevonden? Een poepblauwe biome, Justin. Nou, dan ben je waarschijnlijk de goede kant opgelopen, meneer. Nee, ik ga met alle eer ga ik strijken. Alleen ik heb dit... Oh, ik ga het ook gewoon allemaal nu. Al deze blokken claimen zijn allemaal van mij. Hier, oeh. Prima. Ik vind het ook helemaal niet. Best. Oeh, kijk dit. Oeh, lekker. Allemaal van mij. Hier. Oeh. Hey, hoe hadden we die blauwe blokken al? Sommige. Ja, die had ik al verzameld. Wanneer? Gisteren. Oh. Nee, maar hoe heb je dat serieus gedaan? Want we hebben deze hele blokken bij hem nog niet eens gevonden. Jawel, tuurlijk wel. Justin is er al een keer geweest. Justin heeft hem letterlijk al een keer gehad. Oh, maar Justin, waarom heb je niet alles gemaakt en gehakt? Kijk, al die blokken die je gratis kon hebben. Ja, maar Justin is niet zo snug gemaakt. Nee, dat blijkt maar weer. Dus arme Justin. Gewoon vriendelijk blijven. Oh, Canis. Wat is het, Rick? Zo. Niks. Kijk dit dan, jongens. Rick, ik heb het idee, Rick, dat het niet zo goed gaat. Het gaat ook niet zo goed, Justin. Hier, Rick. Ja, wat? Oh, thanks. Ik heb 400 blokken, jongens. Je kunt het, Rick. Kom op. Hey, bedankt, hè. Ik moet nog even een beetje... Kan je de farm een beetje bij fixen? Ja, ik ga wel even planten. Top. Ik heb me echt helemaal leeg geroofd net. Jongens, ik ben echt... Kijk dit nou, komt hij weer in de chat, komt hij. Boom, boom, boom. Hoppa. Jeetje. Geweldig, ja. Hè? Er waren er maar 2. Ja, ik zei toch ook boom, boom. Ik zei boom, 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 zei je. Ja. Komt hij deze, boom. Boom. Ja. Dan deze. Boom. Oh, wat hoor ik? Wat gebeurt er? Wat? Waarom maakt dit zoveel geluid? Dat was echt heel raar. Deze man is helemaal gek aan het worden. Huh? Jemig. Wat gebeurt er met hem? Is het Rick niet? Nee, maar dit was echt heel vreemd. Ik hoorde een heel raar geluid. In één keer werd er zo'n piglin werd helemaal lijp. Ging je helemaal doen. Ik weet niet wat me overkwam. Hoe deed hij dat? Nee, dat ga ik niet nog een keer doen. Okay. Hij doet het weer! Waarom is hij zo vreemd? Ik vind het niet leuk. Ik voel me niet op mijn gemak bij die beesten. Spring de laag in. Oh mijn god, dat was echt heel raar. Die beesten kunnen daar ook niks aan doen, hè? Nee, maar dit was echt gewoon echt extreem vreemd. Oké. Ja, nee. Heb ik hier alles van? Volgens mij wat... Ik denk dat ik alles uit deze biome heb. Misschien deze... Oh nee, deze dingen nog. Alleen deze hier. Zo, hoppakee. Volgens mij heb ik nu alles uit de biome. En ik weet ook voortaan de route ernaartoe. Dus jongens, maar niet dat we hier nog veel hoeven te komen. Niet meer verder. 80,2%. We hebben 80% gehaald! Ja! Hey! Als ik dit goed terug kan krijgen, dan zitten we perfect. Nou, dan hebben we serieus goede taken gedaan. En ik heb gewoon basically al Justin's taken gedaan. Omdat jij de goede kant op liep. Ja, omdat ik instinct heb, Justin. Oh, heb jij instinct? Ja, ik volgens heb mij instinct. Heb je alleen maar stinkt. Nee, Rick heeft alleen maar stinkt. Hé. Hey. Dat is niet lief, hè? Nee, dat klopt, sorry. Dus. Ik meen het niet. Ik welke meen kant, het niet, welke Rick. Kant was jij opgelopen? In, ja, ga ik niet zeggen. Oh, hey. Laat maar. Ik en Rick? Ik spreek ook jou helemaal niet aan. Dat was een kant. Ik kom terug naar huis, jongens, met heel veel buit. Ik ben bijna terug. Apenootjes, ik word aangevallen. Apenootjes. Kom dan, poepbeest! Hier! Oh, dat was één.
Ja, ik moet zo een ding vermoorden. Hoppa, die is dood. En de jeugd bang dat mijn spullen zijn gedespand. Ik heb hem al mee neergelegd, Rick. Maar wat heb je... Wacht, dan doe ik nog één laatste avontuur hier. Wat heb je nodig uit de netten voor die rode dingen? Die red dingetjes. Welke? Ja, red dingetjes. Die had ik. Ja, maar dan, ik ben nu zo'n kasteel. Ja, gewoon een kasteel onder die trap altijd, die dingen. Ja, oké, maar... Oh, netherwart. Ja. Netherwart, oké. Dan ga ik zoeken even. Gewoon netherrack, maar dat hebben we wel. Oké, dus netherwart en netherrack heb je nodig. Ja, maar netherrack, dat is overal nergens. Ik ga nu kijken of ik mijn netherwart terug kan krijgen. Als je dat kan doen, Rick, want ik ben aan het zoeken, maar ik weet niet of ik het in dit kasteel ga vinden. Ja, ik heb dus in dit kasteel heb ik alles letterlijk meegenomen en toen ben ik dood gegaan. Oké, ik wil niet zeggen dat het dom is, maar dat is misschien wel dom. Je bent doodgegaan met alle diamonds die we hadden. Ja, maar ik heb er wel echt met trots mee gelopen, Rick. Ja, dat klopt. Ik word aangevallen door weer zo'n poepbeest. Oké, die is dood. Ik ben parcours. Ik ben aan het parcouren voor mijn leven hier. Ongelooflijk. Oké, nee, mijn spullen zijn weg. Het is officieel. Rick's spullen zijn despawned. Maakt niet uit, jongens. Maakt niet uit. Ik zal proberen om even dit monster hier nog te killen. Deze man hier. Zien dat hij zijn hoofd dropt, dan hebben we ook weer een leuk nieuw item. Ik heb het ook al geprobeerd, maar bij mij... Nee, hij dropt niet zijn hoofd. Er staat echt iets te stevig om... Ja. Ben ik nu onderweg terug naar huis en ik hoop dat ik de goede kant op ga. Maar je moet gewoon onthouden, altijd richting 0-0. Ik heb vast deze aflevering een naam gegeven. Ja? Ja, en dat is? Kunnen we zo meteen bekijken. Nee, oh, dat kijken we zo meteen. Nee, prima. Ik denk dat ik het wel weet. Goed beest, zie je. Nou, kom in de buurt. Verschrikkelijk. Oké, ik heb hier een gren uit. Ik heb er één nodig. Ik heb er 6 nodig. Ik heb er 2. Ah, monsters. Is er nog meer, monsters. Rick? Nee, anders had ik wel gezegd dat ik er 6 had. Ah. Monsters. Nee. Oh. Oké, ik ben ontsnapt. Rick, let op. Is er... Wacht. Justin, wacht. Nee, Justin, wacht. Hoppatee. Justin heeft gewoon wat verzameld. Justin, ik heb hem echt letterlijk net gemaakt. Jij maakte hem en ik drukte op maken. Letterlijk, ik heb hem ook. De terugrit naar huis is nog ingewikkelder dan verwacht, jongens. Is het zo? Ja, ik heb de verkeerde kant. Nou, ik was soort van de verkeerde kant op geforceerd door zo'n poepbeest. Oké, zou ik je... Dus je laat jezelf afschrikken door een poepbeest? Nee, ik weet al gewoon waar ik heen moet. Alleen, het is irritant, want de nether is gewoon moeilijk. Ik moet toch wel bijna thuis zijn inmiddels. Hoppatee! Hey! Hoppatee, jongens. Dat doe je lekker. Ja, dat dacht ik. Hoppatee! Kijk, lekker Justin. Woehoe! Je doet toch nog wel iets deze aflevering. Jawel, hè? Ik ben niet compleet nutteloos. Nee, en? En wat? We worden nog meer trots. Hoppatee! Nee, geweldig, joh. Justin. Ja, geen probleem. 80,5% hè, jij. 80, we zijn gewoon een volledige 5% opgeschoven deze aflevering. Nee. Oh, ja, wel. Volgens mij wel. Ja, wel trouwens wel. Als je erover nadenkt, jongens, echt bizar. Het is echt crazy. Oké, ik heb nog een beetje hulp nodig waar de portal zit. Hadden we al mangrove hout? 34, 52, ja. 47. Echt, hadden we mangrove hout? Ja, ja, dat heb ik allemaal al geregeld, Justin. Dat is mangrove hout. Hoorde je me, Max? Nou ja, soort van. Maar ik ben nog aan het zoeken. Ik weet niet precies waar de portal zit, Rick. Oké. Okay. Ik weet niet precies waar de portal zit. Nee! Ik heb één hartje. Oh, ik sloeg je echt bijna nog. Ja, deze portal blijft spannend, moet ik zeggen. Elke avontuur... Oh, nou, waar ben je? Elke avontuur in de portal is spannend. Ja, dat wel. Oké, ik zal alle items ook even in de kist stoppen hier. Gewoon even in deze. Dan weet je, dat zijn gewoon alle items die nieuw zijn. Zo. Ja. Oh, prachtig hè, allemaal dit. Mag ik de purple pie opeten? Ja, doe maar. Oké, jongens, dan even kijken. Misschien als er nog met een beetje geluk... Kijk, ik heb hier een nieuwe bee-nest, heb ik ook. Daar ben je. Maar waar hadden we een beetje geluk? Ja, dat is niet... We hebben het niet meer, maar ik heb het wel gehakt gewoon. Ja, maar dan heb je niet alles gemaakt. Wat dan? Dat mis ik. Een sign zeker. Even kijken, meneer Makkers van Plakkers. Ga er even met je mee langs. Ja, doe dat maar eens. Mangrove trap door. Mangrove sign. Oh, kijk, jeetje. Dat wist ik niet, Justin. Nee, dat dacht ik. Het spijt me. Dan heb ik ergens Blackstone, dames. Nou, maar dat komt allemaal wel. Justin, we zijn klaar. Ja, nee, ik moet mezelf nog even bewijzen deze aflevering. Wat is de naam van deze aflevering? Poepnether? Ja, dit vind ik wel goeie. De nether is wel echt poep. Ja. Gewoon poepnether, inderdaad. En dan moet alleen geen, nog aan. Ja, ik heb geen flintensteel. Justin, heb jij flintensteel? Ja, had ik. Ja, oh, je bent natuurlijk dood gegaan. Had ik ook, maar we hebben dus ook geen iron. Oh, nee. We hebben helemaal geen flintensteel, nergens meer. Ja, wacht, ik heb hier flint. Nog één steel, jongens. Kom op. Dat is het probleem met steel. Ik heb de steel nodig. Oh, nee. Wacht, gaan we vinden. Kom op, jongens. Hey. Alles voor Bassie. Ik heb ook al zijn kisten achter gaan. Ik heb flintensteel.
Echt? Vuurtje erbij. Wacht, ik kom eraan. Ik pak een bierrol. Justin, kan je even de flint pakken voor een shootje? Pak hem even. Kunnen we als bierrol. Wow, Justin. Voel hem. Steek hem aan. Hey, steek hem aan. Steek hem aan. Steek hem in de fik. Steek hem in de fik. Nee, niet drink. Steek de kaars in de fik. Ja, ik wist het even niet meer. Poep naar de... Nee. De aflevering is officieel gemarkeerd als Poep net en Rick gedood. Dankjewel, oké. Oké, jongens, ik wil eigenlijk alleen nog één honingbottel hebben. Dan kan ik even het laatste blok maken en dan vind ik het wel mooi geweest. Ik ga voor je winnen. Nee, Justin! Hey joh, Justin! Nee, mijn pickaxe! Nee, is dat niet de pickaxe met Silk Touch, toch? Rick heeft alles gejat. Nee, maar dat jij die dood hebt gemaakt. Wat? Nee, de pickaxe met Silk Touch, je hebt het toch niet kapot gemaakt nu? Die is er. Nee, want ik heb er ook nog één. Ja? Ik had er ook één. Maar, dankjewel. Ja, we hebben er drie nodig, of vier in totaal. Oh, dan heb ik hier die. Oké, laten we dan hier gezamenlijk wachten totdat het laatste... Tot die even gevuld is. Gewoon in stilte. Wachten we even tot die gevuld is. A few moments later. Jongens, hey. Ik zei stilte. Hey. Jullie hebben een heel verhaal gehad met z'n tweeën, maar... Hij is gevuld, zo te zien. Stilte was dit. Daar komt hij. Hoppakee. Zo, dan kan ik hier een honingblok van maken. Die hebben... Oh, we hebben hem, jongens. Yeah. We hebben hem. De aflevering zit erop. 80,6%, hé, dames en heren. 80,6%. 845 blokjes in totaal al, hè. Doe even een dansje. We hebben echt ons... Doe even een dansje, Rick. Zullen we Rick nooit meer uitnodigen? Wat? Doe jullie eens een dansje dan. Justin. Ik kan een verdwijndansje. Ja, dat vind ik een mooi dansje. Rick, kan je die ook doen? Dan doe ik hier wel in mijn eentje de outro met op de achtergrond de 80,6% van deze serie, jongens. We zitten bijna op 100% van de Border Survival in ieder geval. Dank jullie wel voor het kijken. Vonden jullie het nou zo'n leuke video? Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook vooral even niet te abonneren en dan nu lekker deze video kijken. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin is van alles gebeurd. Justin heeft weer nutteloze, stomme dingen gedaan. Dus het is een hele leuke video om even te kijken. En nu spreek ik later. Graag zwaar. Tot de volgende keer.